staan in de netvakkoepel en we vieren vandaag 3 openingen. We beginnen zometeen met een opening voor schoolkinderen uit de buurt. We halen ze op in de waaier en we gaan samen met hen hier in de zaal uitproberen hoe de koepel nou eigenlijk klinkt. Er wordt een klok geprojecteerd en om precies om 12:12 gaat iemand daar een klap op geven om officieel de koepel te openen. Nu wij hier zijn komen wonen met het orkest in de Indische buurt, willen we ook iets voor de buurt betekenen en dat doen we met muziek. Door projecten met muzici uit de buurt te ontwikkelen. En eigenlijk is de opening vandaag al de start daarvan. Er treden muzici van het Netvo op met ensembles. Maar we hebben ook de Papa Suli Crew, rappers uit de buurt, uitgenodigd. Iedereen klap je handen. Hey. Gospelkoor uit de buurt. Zanger van het Levenslied uit van de Dappermarkt. En dat doen we omdat we als orkest de missie hebben om klassieke muziek toegankelijk te maken voor iedereen. We willen het Philharmonisch Orkest van harte welkom heten in Stadsdeel Oost, in de Indische buurt. De Indische buurt is een opkomst en we zijn heel blij met de komst van het orkest. Jongeren, kinderen en ouderen kunnen nu kennis maken met muziek. En ik zie dat dat nu al werkt. Allerlei leuke activiteiten georganiseerd en het voegt echt wat toe voor de buurt. Wat we vanmiddag ook gaan doen is de Netvo-tune lanceren. En de Netvo-tune is een project dat we bedacht hebben om samen met de buurt muziek te maken. Componist Marlijn Twaalfhoven heeft een stuk geschreven dat als het goed is van een eenvoudige compositie gaat uitgroeien tot een muziekstuk voor iedereen in de Indische buurt. Dus en voor muzici van het Netvo, maar ook voor muzici uit de buurt. En uiteindelijk zal uitmonden in een optreden in de concertzaal. De Indische buurt komt van heel ver. We waren de slechtste wijk van Amsterdam. Mensen zijn die wijk nu zelf ook aan het ontwikkelen. Er is hier heel veel energie. En het is prachtig dat het Nederlands Philharmonisch Orkest in de Indische buurt is gekomen. En we gaan werken aan een warme en duurzame verbinding tussen orkest en wijk.